Torenhoge hakken, glitterjurkjes en dat allemaal gisteravond op de Rode Loper in Amsterdam. Bij de première van Sex and the City. En iedereen vraagt zich natuurlijk af in deze film, de tweede film alweer van Sex and the City, hoe het gaat met de vier dames uit New York. Hallo, goedenavond. Het is couture spitsuur op de zilveren loper van 's werelds populairste chick flick. Echt alles wordt uit de kast getrokken in een poging om Carrie en Co. te evenaren. Nou, dat is heel makkelijk als iemand wat voor je maakt. Claes Iversen die vond het een enorme uitdaging om iets met buik te gaan ontwerpen. Dus die zei, als je iets moois nodig hebt, bel me maar, want ik vind het erg leuk om wat voor je te maken. Ik ga eigenlijk bijna nooit naar filmpremières, maar ik denk, ja, Sex and the City, dan mag je echt gewoon bijna voor kleedfeest. Het is net geen tv-kantine. Ik vind dit wel een jurk die Samantha aan zou kunnen hebben. Vind je niet? Zo half met ja, en toch een beetje sexy. Want ik vind Samantha gewoon een lekker wijf. Samantha, of course. You know me, baby. Ik heb iets van mezelf aan. Ik heb een top en een rok aan van Matthijs. Een tas van Alexander McQueen. En de rest is van mezelf. This is the best mirage that I've ever had. De twee kemphanen van Carrie Bradshaw zorgen voor twee kampen in een rammetje vol Tuschinski. Wordt het Aiden of toch Mr. Big? Mr. Big. Ja, ik vind dat gewoon wel. Ja, dat spreekt me wel aan. Ik denk toch wel dat ik kamp Mr. Big ben. Absoluut Mr. Big. Ja, dat was ook een moeizaam ding. Ja, hij heeft ook foute kantjes. Die Mr. Big is toch helemaal niks? Nee, Aiden is veel leuker. Aiden! Long left. Als ik hem zie, bespring ik hem. Trek al zijn kleren uit. Can you hear me now? Na afloop is het gesprek op de afterparty mode, mode en nog eens mode. It's fashion time, baby. 12 verkledingen per minuut bijna. Echt bizar. Maar ja, heerlijk om weg te kijken. Die mode, die fashion. Ja. Het is echt bijna een soort apart character in de film geworden. Sylvana Simons. Kant, geel kant op die donkere huid. Lekker hoor. Ja, ik kan nog heel lang over die mode praten natuurlijk. Maar vond ik er heel erg uitspringen. Dat was Irene Moors. Die zag er echt waanzinnig goed uit. In een jurk van Jos Raak. En wie ik er ook uit vond springen is Nikki Plessen. Die echt, ik weet niet wat die vrouw doet. Die moet over een week bevallen. Die heeft echt waanzinnige benen. Ze had een jurkje aan, een vintage jurkje van Karen Millen. En echt om door een ringetje te halen. Maar waar ze eigenlijk ook de avond nog over gingen. Wat redelijk shocking was. Er zijn twee Nederlandse auto's. Hoe is niet eigenlijk een Nederlandse ontwerper. Maar die komt voor met zijn sieraden in de film. En ook Marlies Dekkers komt daarin voor met haar lingerie. En het grappige is dat je dat niet weet van tevoren. Dat wordt er allemaal, er komen natuurlijk bergen kleding wordt naar New York. Maar betekent dat gebracht. Nou ook weer dat Autosu gewoon nu de hele wereld over gaat en overal gaat verkopen? Nou ja, waarschijnlijk wel. Maar er komt natuurlijk net als wat Irene zei, per minuut komt daar mode in voor. Dus dat wordt, het is zo'n berg. Maar er brak nogal hysterie uit, want Marlies Dekkers die zag dus pas op het moment dat ze de film bekeek, dat haar lingerie in die film zat en die ging compleet uit het dak. En die maakte ook nog eens een keer met haar iPhone een fotootje van dat beeld. En dat mag dus niet. Dus die werd even door de bewaking gelijk uit de zaal gehaald. Ja, dat verdient dus, ze wel terug waarschijnlijk met die paar BH's nou, die ja, er nu aankomen. Ze is natuurlijk super blij, maar ze was wel al redelijk in shock dat dit gebeurde. En de foto die moest ze verwijderen, maar die had ze inmiddels naar de PA doorgestuurd. Dus wat dat betreft heeft ze zich weer helemaal suf getwitterd. Ja, maar we weten hoe dat gaat. Ze heeft die toch toen aan de desk verteld hoe dat gaat. Dat die stylisten dan dingen uitkomen zoeken en dat dat dan uiteindelijk wordt voorgelegd aan de dames zelf. Ja, als je dan in Sex and the City zit, is dat wel een hele prestatie. Er staat geloof ik wel een boete op, dus dat moeten we nog even afwachten. Maar goed was het wel. Goed. Oké.